Welkom in Duitsland, in Winterberg. We staan hier bij Upland Parks, direct naast de skipiste. En hier vind je onze nieuwste innovatie, de Season Lodge. Dacht u dat glamping alleen geschikt was voor in de zomer? Dat is verleden tijd. Met onze Season Lodges kunt u ideaal het seizoen verlengen. Deze lodges zijn geschikt om het hele jaar door te verhuren. Zowel in de zomer als in de winter. De Season biedt het beste van twee werelden. De charme van de safari tent en het isolatie en de comfort van een lodge. Kom, laten we eens binnenkijken. Wat natuurlijk meteen opvalt, is de grote glazen deur. Dit geeft deze Season de unieke uitstraling. Verder is de Season van alle gemakken voorzien. Een keuken, een badkamer, twee slaapkamers en een grote living. En het draait natuurlijk niet alleen om comfort, maar ook om efficiëntie. Door de goede isolatiewaarde, met een RC-waarde van boven de 3, bespaart u flink op de verbruikskosten. Daarnaast zitten uw gasten er heerlijk koel bij in de zomer en comfortabel warm in de winter. Upland Parks was al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van onze Season Lodge. Laten we eens horen naar hun ervaring. Hey Remco. Bastiaan. Wat is goed jongen? Goedemiddag. Zeker. Ja, goedemiddag. Met u? Ja, prima. Mooi om te zien hier, Bastiaan. Ik weet nog ruim 2 jaar geleden dat je bij ons in de showroom kwam en zei: ik heb deze tent nodig, maar dan geïsoleerd. En eigenlijk zijn jullie bij het hele project betrokken geweest, eigenlijk bij de ontwikkeling. Hoe heb je dat ervaren? Ja, het was natuurlijk best bijzonder. Hè? Het is nog iets wat in die zin nog niet bestond. En ja, het is natuurlijk super om nu zo het eindresultaat hier te zien. En ja, het hele traject van begin tot het eind mee te hebben kunnen maken. En nu komt de kerstvakantie eraan. Zijn ze al in de verhuur? Ja, ze zijn al volop in de verhuur. De eerste gasten zijn al geweest en die zijn ook hartstikke enthousiast. Het is, het ziet er natuurlijk echt uit als een tent. Het is de belevenis van de tent. Maar ja, je hebt toch een stuk meer comfort. In de winter zijn de tenten dus ideaal warm te houden en heb je dus veel wintersporters hier in het gebied. Maar ik kan me voorstellen dat het in de zomer hier ook heerlijk vertoeven is. Ja, nee zeker. We hebben hier echt een twee hoogseizoenen gebied, zeg maar. Dus zowel zomer als winter. En dat is ook voor ons een van de redenen waarom we hier ook voor de geïsoleerde tent hebben gekozen. We zijn hier een duurzaam park en we vinden dan ook belangrijk dat de warmte ook in de zomer buiten blijft. Maar dat het ook in de zomer aangenaam is. Nu ben ik wel benieuwd hoe de Season Lodges er s'avonds van boven uitzien. De skilift is gesloten. Ah nee, ik ga wel lopen. Tot later.